Als je merkt dat het niet goed gaat met je lievelingsdier, aarzel dan zeker niet om in te grijpen. Ook dieren kan je van de dood redden door ze te reanimeren. Die honden zitten eigenlijk zijn hart. Dan ben ik hem hier beginnen ze dus hartmassage te geven. Dan heb ik hem ook eigenlijk aan de zijkanten. Gelijk als je eigenlijk bij een mens indrukt. Hè? En dan ben ik hem ze dus nadien echt hem beginnen te beademen. Het lijkt misschien een beetje gek. En mocht het noodlot toch hebben toegeslagen, kan je het dier altijd naar het containerpark brengen. Recyclage boven alles. Dat is sneeuw hier, hè? Recyclage van huisdieren. Dus als je huisdieren hebt die dood zijn, dan kun je die hier naartoe brengen. Wij persen die samen en we maken daar bakstenen van. Om huizen mee te bouwen. Ah, ja. Ja. Ja, dat is de toekomst, hè. Recyclage. Eigenlijk wel. Dat staat ons ook te wachten. Gelukkig zijn er nog andere, meer menselijke oplossingen voor het geval je lievelingsdier sterft. Van het moment dat zij gestorven is, dus... Allee, ik had dat al vroeger beslist. Dus ik kon geen afstand doen van haar. Nu nog niet. Dus heb ik besloten dus van haar laten op te maken. Je hebt daar ergens nog het overlaat aan. Dus je kunt er naartoe gaan. Dus niet echt fantasie, ze steunen, want echt kan ze het niet meer. Maar je hebt er dan al vast aan. En dat heb ik er geweldig veel aan. Dus als ik het moeilijk heb of zo. Je kunt er naartoe gaan, je ziet ze, je hebt ze. En ze blijft hier. Dus ik had die pose, ik mis ze. Belangrijk om een hechte relatie met je dier op te bouwen, is praten. Veel praten. Alsof het je eigen baby is. En dat word je allemaal weer schattig, hè? Nee, zo'n hond weet niet waar Antwerpen ligt. Een hond is geen kind. Als je al twee eigen kinderen hebt, hoeft de hond niet zo nodig als een derde kind te worden behandeld. Mijn dochter 33 en mijn zoon is er 32. En ik had altijd geen vier kinderen gehad. Altijd. Dus vandaar dat ons keultje dus. Als vervangend derde bootje. En bij kinderen horen ook kleinkinderen. Gelijk elke moeder kinderen wilt, wil ik ook een kind van haar. De reden dat dit moest gebeuren met haar, dan neem ik nog iets van haar. En gelijk wij allemaal getrouwd zijn, wil ik geen seks voor het huwelijk. En dat is de reden dat ik ze na laat raven, omdat ze binnen een paar maanden raap is voor Polokus. Wenst u, juffrouw Kwebbel, jonkheer Sayo, tot uw man? En u, jonkheer Sayo, wenst u, juffrouw Kwebbel, tot uw echtgenoot. Ik voel me eigenlijk heel goed, want ik geef geen kind af. Ik krijg je die nabij. En dat is mijn schoonzoon. Oh ja.